Het is dinsdag 6 oktober. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Schip van Barendrechtse rederij gezonken voor Belgische kust. Duivenaanpak leidt juist tot meer poepoverlast in Schiedam. En fitte Robin van Persie hoopt wel te spelen in cruciale interlands. En hier alvast kort het weer. Ed, krijgen we de zon morgen weer te zien? Nee, helaas niet, Sinclair. We krijgen de zon nauwelijks te zien. De bewolking heeft dus de overhand een woensdag. In de loop van de dag kan er een buitje vallen. Temperaturen komen uit op een graad of 17. En aan zee waait eerst nog een vrij krachtige wind. Zo af en toe dan uit het zuiden tot zuidwesten. Straks tegen het eind van het uur kom ik bij u terug met de verwachting voor de komende dagen. Tot zometeen. Het vrachtschip Flinterstar van de Barendrechtse rederij Flinter is vanochtend gezonken na een aanvaring. Het ongeluk gebeurde 8 kilometer voor de Belgische kust, ter hoogte van Zeebrugge. De 12-koppige bemanning sloeg overboord, maar heeft het wel overleefd. Anthony. Dit zijn beelden van vanochtend. Vanaf een boot van reddingswerkers is de schade aan de Flinterstar goed te zien. De Flinterstar is vannacht onderweg vanuit de haven van Antwerpen richting de Spaanse stad Bilbao. Maar 8 kilometer voor de kust van Zeebrugge gaat het mis. Het vrachtschip komt in aanvaring met een tanker met vloeibaar gas, varend onder de vlag van de Marshall-eilanden. 12 man slaan overboord. Ze worden gered door de toegesnelde kustwacht. 2 mensen worden naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de kapitein van de Flinterstar. Hij is onderkoeld. De schrik zit er vanmiddag nog goed in bij Bart Otto van de Barendrechtse rederij Flinter. Hij kan nog weinig vertellen over de oorzaak. Schepen kwamen eigenlijk in elkaars vaarwater op elkaar af en zijn uitwerkende manoeuvres gaan maken, allebei. In principe wijk je naar rechts uit, hè, net als we elkaar op de openbare weg tegenkomen. Maar kennelijk te laat en niet goed. En het heeft geresulteerd in een volle aanvaring, waardoor er echt gaten in de romp van ons schip zijn ontstaan. Reddingsboten uit 3 Zeeuwse plaatsen hebben de Belgische kustwacht geholpen bij de reddingsactie. De bemanningsleden van de Flinterstar keren vanmiddag nog terug naar huis. Deze mensen hebben iets vreselijks meegemaakt, moet je voorstellen. In het donker, in dat koude water, die enorme klap. Dat ze dus ook niet allemaal in de gaten hebben gehad. Hè. Je loopt wacht, dus de ene helft ligt te slapen, denk ik, 's nachts om 4 uur. En wat een helden dat die reddingsmaatschappijen van België en Nederland zo snel erbij waren met het uit het water halen van de mannen en ze naar veiligheid brengen. De Flinterstar ligt op een zandbank en het lekt olie. En onderzocht wordt nu op welke wijze het schip het best geborgen kan worden. Ambulancepersoneel in onder andere de regio Rijnmond gaat morgen weer staken. Van 12 tot 4 uur rukken ambulances alleen uit bij spoedgevallen. Ritjes die al gepland staan worden afgezegd. En zieke automedewerkers willen een betere cao. En zolang die er niet ligt, blijven ze actie voeren. Het gaat voor het eerst om een landelijke staking. Zo doen ambulancemedewerkers uit Utrecht, Oost-Nederland, Flevoland en Gelderland mee. En straks, een baan in het Rotterdamse restaurant van de Engelse topkok Jamie Oliver krijg je pas na een grondige training. 8 weken. Heel hard, lange dagen, maar heel veel geleerd. Dat is ook goed. Heel streng. Duiven hebben het voorzien op een gloednieuwe brug in Schiedam. De gerestaureerde brug werd vorige week feestelijk geopend en zit nu al helemaal onder de uitwerpselen. Omwonenden vrezen gezondheidsrisico's wanneer de duivenplaag niet wordt aangepakt. Maar wat is nu eigenlijk de oplossing? Duiven belagen de gloednieuwe Westerhavenbrug in Schiedam. Hij loopt lekker op, vliegen met die honden. Overal zit duivenstront op de nieuwe brug, van precies 6 dagen oud. Gadverdamme, ik denk in dit tempo doorgaand, want het zijn er zo'n 150. In december zien we geen nieuwe brug meer. Gisteravond kwam ik laat thuis en dan zat ik op en ik kwam binnen. Zat de stront aan de matten. De nieuwe brug is zo gemaakt dat duiven niet meer onder de brug kunnen nestelen. Dus zitten ze nu bovenop de brug met dit resultaat. Nou, we zien hier allemaal duivenpoep van de laatste week wat hier vanaf de balans naar beneden is gevallen van de duiven. De dieren hebben het goed op en rond de Westerhavenbrug in Schiedam. Mensen die rijden hier met de auto de stoep op. Ze keren een pan met rijst die ze over hebben hier neer. Het is gewoon ongelooflijk. Ik heb vroeger ook duifjes gevoerd hoor. Maar toen ik hoorde dat ze los hadden, ben ik gestopt. Maar goed, ik had nog 2 korstjes over. En ik denk voor mijn kleinkind is het wel leuk om eventjes eentjes te voeren. Maar normaal gesproken doe ik het eigenlijk bijna nooit. Je vindt hier van alles in het gras. Van aardappels tot brood, tot couscous, zag ik van de week. Het helemaal niet voeren zou de enige echte oplossing zijn, zegt de gemeente Schiedam. Maar of dat haalbaar is? We eten ergens anders.
De gemeente Schiedam laat weten dat bij de brug binnenkort een bord wordt geplaatst met het dringende verzoek om niet meer te voederen. Er dreigt een flink tekort aan pleegouders in Nederland. De afgelopen 10 jaar is de vraag naar pleegzorg namelijk met bijna 70% gestegen. Met de campagne Supergewone Mensen Gezocht hoopt Pleegzorg Nederland 3500 nieuwe pleeggezinnen te werven. Hoe belangrijk pleegouders voor een kind kunnen zijn, ondervond Leon van Zomeren uit Gorkum. Leon was pas 18 maanden oud toen hij uit huis werd geplaatst. De situatie thuis was onhoudbaar geworden. En mijn moeder die kon van zijn zorg niet aan. En dat werd steeds maar erger en erger. En toen kwam jeugdzorg erbij. En die heeft ons uit huis laten plaatsen. Vervolgens werd Leon naar een internaat gestuurd. Ik vond het een beetje droevig, een beetje eenzaam. Als klein kind zijn, dan krop je toch veel dingen op. En dan moet je toch een vertrouwd punt hebben waar je eigen uit kan. Waar je kan zeggen van waar je echt je gevoelens. Maar dat doe je niet in een internaat. Dat hou je vast. En de ene leiding kan je wat meer mee praten. Maar het is niet dat ik daar echt over gevoelens heb gepraat. En dat veranderde pas toen hij bij zijn pleegouders Kees en Nel de Bart terecht kon. Van zijn 5e tot zijn 16e draaide Leon elk weekend mee in een echt gezin. Nou, we hebben er van begin af aan gewoon overal mee naartoe genomen. Onze vrienden werden ook zijn kennis of zijn vrienden. Verjaardagen, Sinterklaas, Kerstmis. Als er iets speciaals was, dan werd Leon erbij gehaald, want Leon hoorde gewoon ook bij ons. Ja, ik denk dat het ook veel met een soort van het gevoel van houden van, of dat je gewaardeerd wordt en dat je erbij hoort. Dit is dan het eerste huis, toch? Dat is het oude huisje. Dat is het oude huisje. Ja. Wat hij in het internaat miste, vond Leon wel bij zijn pleeggezin. Sowieso vertrouwen, daar had ik nooit. Ik heb er heel moeilijk mee gehad, met vertrouwen, om andere mensen te vertrouwen. Netjes u zeggen, met zijn vork eten, geen boeren die smeken, geen scheet laten. Gewoon heel normale dingetjes. Dat geef ik ook mijn kinderen weer mee. In internet het naad letten ze daar niet op. Daar kijken ze niet aan. Ze kijken meer naar hoe jij het op school doet en hoe laat je thuis bent en that's it. Met de campagne Supergewone Mensen Gezocht hoopt Pleegzorg Nederland nu 3500 nieuwe pleeggezinnen te vinden. Want daar is steeds meer vraag naar. Nou, ik zeg ja, mensen, je moet gewoon investeren in zo'n pleegkind. Zo'n investering en je krijgt zoveel terug. Heerlijk. Dat brengt de bank niet op. Op de redactie Klee Ruperti Klee, er dreigt een forse straf voor Feyenoord-spits Michiel Kramer. Ja, de aanklager van de KNVB heeft de spits een schikkingsvoorstel gedaan van 4 wedstrijden, waarvan 1 voorwaardelijk. Allemaal naar aanleiding van de slaande beweging van Kramer in het duel met De Graafschap afgelopen weekend. Als Kramer de straf accepteert, dan gaat hij de competitiewedstrijden tegen Heerenveen en AZ missen. En is hij er ook niet bij in de beker tegen Ajax. Dan Oranje, dat bereidt zich voor op de cruciale interlands met Kazachstan en Tsjechië. En er was vandaag een tegenslag voor de bondscoach Danny Blind. Ja, want Daryl Janmaat meldde zich af. Of tenminste, hij was er al, maar hij heeft het trainingskamp verlaten met een knieblessure. En dat is niet de eerste afmelding. Eerder meldden Klaassen en Promes zich ook al af. Nou ja, de spelers die wel fit waren, stonden vanmiddag op het trainingsveld in Katwijk. De wedstrijd tegen Kazachstan kan om meerdere redenen historisch worden voor Robin van Persie. Als hij speelt is het zijn 100ste interland. Maar het jubileum van de spits dreigt voorbij te gaan zonder slingers en ballonnen. Het Nederlands elftal staat op de rand van uitschakeling voor het EK. De vraag is welke rol van Persie in dit oranje kan spelen. Aangezien hij bij zijn club Fenerbahçe alles behalve een vaste waarde is. Ik ben fit en vorige week nog een hele wedstrijd gespeeld. Dus daar ligt het niet aan. Ik voel me lekker. Ik voel me heerlijk zelfs. Dus nee, dat is geen excuus. En dus is het te hopen dat de topscorer aller tijden van Oranje zijn ploeg deze week bij de hand neemt. Zelf heeft de spits in elk geval alle vertrouwen in een positief resultaat. Het is nu voor het eerst in mijn tijd dat ik hier rondloop dat we in deze moeilijke situatie zitten. Maar dat moet je erkennen en gewoon doen waar wij invloed op hebben. En dat is, wij moeten gewoon winnen en dan hopen dat de Turkije punten verliest. En dat is gewoon echt een serieuze optie dat gebeurt. Of 2 keer gelijk of 1 keer verliezen. Dus maar ja, dan moeten wij wel winnen. En ik ben positief. Ik ben positief ingestemd.
dat is het enige wat we kunnen doen. We moeten alles op alles zetten voor die wedstrijden, voor die 6 punten. En zo simpel is het. Of het vertrouwen van Persie terecht is, zal zaterdag blijken op het kunstgras in Kazachstan. Een tijdje geleden. Oh, het was op Feyenoord voor het laatst, volgens mij, dat ik daar op speelde. Maar hoe is het kunstgras, weten jullie dat? Is het wat hoger, nepgrasachtig, of is het echt dat hele korte hockey kunstgras? Het is vrij nieuw, dus ik denk dat het wat hoger is. Oké, dat is wel gunstiger dan. Ik ben geen fan van kunstgras. En om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden op dat spelen op kunstgras, traint Oranje morgen op het kasteel. Die training, moet ik zeggen, in het stadion van Sparta is wel besloten. Dankjewel, Clay Rupetti. De wereldberoemde kok Jamie Oliver opende afgelopen week een restaurant in Rotterdam. Hij heeft de Markthal uitgekozen voor zijn eerste Italiaanse restaurantformule in Nederland. Jamie-fans zijn uiteraard blij met de opening, de Italiaanse concurrenten in de Markthal iets minder. Jamie Oliver, die kennen we als charismatische kok van televisie. En vervolgens ook van de kookboeken met heerlijke recepten. En nu, welkom in Rotterdam, Jamie Oliver. Want Nederland heeft de primeur. Hij heeft Jamie's Italian geopend in de Markthal. Hij zit al wel in Groot-Brittannië, in Singapore en in Moskou, maar nu dus ook in Rotterdam. En we gaan proef eten. Is het goed? Very good. En om de perfecte Jamie-formule in Rotterdam na te bootsen, is het personeel in Engeland klaargestoomd. Heel hard, lange dagen, maar heel veel geleerd. Is hij streng? Heel streng. In Engeland is het personeel dus klaargestoomd voor deze formule. En vanuit Engeland is er hier nu ook een groep die kijkt of het allemaal wel goed gebeurt zoals Jamie Oliver het graag ziet. How are the Dutch doing? Ja, fantastic. They're very, 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 very good. Very passionate. Full of love, full of passion. Everything that Jamie wants in a team. They have the Jamie Oliver touch. Yeah, handsome. Ja, doe mij maar gewoon de truffel tagliatelle. Ja, het is echt mijn favoriet. Toen wij mochten proberen, ja, dat was hem voor mij gewoon. Ja, zeker. Nou, terwijl de keuken die klaar gaat maken, gaan wij even bij de Italiaanse buurman langs, want die heeft er een geduchte concurrent bij. Oké, ja, verderop zit Fellini, die hebben geen commentaar. En hier heb je Sicily, de Trattoria. En de question is, can you beat Jamie Oliver? I can be better than Jamie Oliver just because I'm from Italy. Echt Italiaans mensen, meneer. That's it. Trattoria Ristorante Italiano. Nou, we zitten lekker te smullen. Maar ja, ik ben gewoon een lekkerbek. Ik heb er eigenlijk helemaal geen verstand van. Jij wel? Is het ook echt lekker? Het is heel erg lekker. De vis is vol van smaak en een heerlijk sausje erbij. Citroenkappertjes met mooie tomaatjes. Erg lekker. Ja, zeker. De enige die we eigenlijk alleen maar missen is de master himself, Jamie Oliver. Dus tot gauw in Rotterdam. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws. Straks net na het nieuws in de serie 7 minuten programma's gaat het over de dilemma's van de melkveehouderij in de Alblasser Waard. Is het alleen maar groeien of zijn er ook nog andere alternatieven om als boer te overleven? Kijk, je moet natuurlijk altijd groeien. Hè? Als je wil blijven bestaan, moet je groeien. Maar je hoeft niet altijd in de grootte te groeien. Nee. Je kan ook in kwaliteit groeien, dat je een speciaal product levert of zo. En je kan natuurlijk ook je eigen bedrijf verbreden naar een andere tak. Dat zie je hier ook veel gebeuren. Ja, maar direct aan een bedrijf van 1000 koeien, daar denken wij niet aan. Nee. Dat is straks in 7 minuten. Meer nieuws is uiteraard te vinden op onze website, rijnmond.nl. Nog een prettige dag verder.